Hey, dag allemaal, kapitein Glenn wel hier. Een jaar en half lang heb ik op YouTube al mijn filmpjes in het Engels gemaakt. En vandaag wilde ik een keer iets speciaals doen. Ik zeg ik want in mijn moedertalen doen, in het West-Vlaams. Waarom? Gewoon omdat ik de hoesting heb en omdat misschien een keer andere mensen zoeken bereiken daarmee en uitleggen wat dat steampunk is. Want dat is hetgeen dat ik doe. Dat is mijn hobby, dat is mijn tijdsverdrijf, dat is mijn passie tot obsessie. De goede moeite hé, met het West-Vlaams. Ik zorg voor de ondertiteling hier in het oosten beneden. En de die dan het vullen, gewoon wat ik zeg, wat ik daarvan vind. Wat ik daarvan vind van het West-Vlaams zelf. Ik weet het, de kluchten kunnen al direct komen. Maar ho, zwart, ik ga het toch een keer proberen. Nu, steampunk is een vrij moeilijk geheel om uit te leggen. Al dan niet in het Engels, in het Chinees of zelfs in het West-Vlaams. Maar met dat misschien meer uit mijn gemak gezien, door het in het West-Vlaams te zijn, had misschien een beetje geloofwaardiger of toch duidelijker overkomen bij soms de meesten. Dus, wat is steampunk? Wat doe ik eigenlijk? Het genre steampunk zelf is een fantasiegenre. Gebaseerd op steam, stoom, dus de Victoriaanse tijd, de industriële revolutie, alles werkte op stoom, alles werkte op tandwielen en alles draaide je op warme lucht eigenlijk, gauw. Op warme en vochtige lucht. Je kunt er de kool en het vuur al bij bepijzen, maar stoom. De punk, dat voelt dan meer op het dystopische, het andere gevolg van de toekomst en het fantasiegedeelte erbij en hoe dan ze eigenlijk de toekomst zagen in de Victoriaanse tijd. Ja, het begin van de steampunk is een beetje kent van Jules Verne en H.G. Wells en Lovecraft en zo. Dat zijn de fantasieschrijvers uit die tijd. En daar zit een beetje de start van de steampunk. Jules Verne bijvoorbeeld schreef al over duikboten, over reizen naar het middelpunt van de aarde, over ja, geluk wat eigenlijk dat toen nog niet bestond. En dat is hetgeen dat we eruit beelden. Dat is hetgeen dat we er doen, dat is hetgeen dat we er maken. Nu, doen, maken, ja inderdaad, steampunk is zo'n grote stijl dat je er alles in kunt omvatten. Is er steampunk muziek? Joi, wat is steampunk muziek? Ik kan het niet uitleggen. Steampunk kunst? Maar ja, alles dat we er maken is een soort van kunst. Steampunk auto's? Steampunk decoratie? Alles dat je maar kunt bepijzen kan in een steampunk stijl gesmeten zijn. Maar hoe ziet dat er toen uit? Maar iets dat typisch steampunk is, kan ik nu niet direct zeggen, want er is er zoveel. Hoe je linken ziet naar pakweg de Victoriaanse tijd, dus de jaren 1800 tot en met de jaren 1900. En je ziet er dingen in die eigenlijk niet kosten verdient dit, dan gaat het wel rappen aan de steampunk. Er wordt al veel koper in gebruik, veel messingen, leer, oud. Alles wordt ook gemaakt alsof dat het eruit ziet dat het zou kunnen gemaakt zijn in de jaren 1800. Maar daarom is het niet per se toen gemaakt. Maar mij het nu nog wel gemaakt. Het steampunk computers, steampunk telefoons, steampunk auto's. Die reden toen nog niet rond en je werkte toen nog niet met die toestellen. Maar ze zien er wel uit alsof dan ze zo oud zijn en alsof dan ze toen zo kunnen gemaakt zijn. En dat is steampunk. Nu, het typische aan steampunk is ja, V-tandwielen. Liefst dan ze nog geplast zijn alsof dan ze kunnen werken. Hey, onze in elkaar draaien en zo. Dat is al heel schoon. Onze toch nog echt wel draaien, dat is top, hé. Maar het hoeft niet. Kan er ook op skelders in. Die goggles. Typisch steampunk. Moet dat? Nee. Geleetje. Typisch Victoriaanse tijd. En dat typisch steampunk? Joi. Moet het? Nee. Van die hele grote wapens, waarmee je eigenlijk een luchtschip uit de lucht kunt schieten. Typisch steampunk. Moet dat? Nee. En vaak zijn steampunk stukken die gemaakt worden, stukken die eigenlijk totaal geen nut hebben. Dat zijn machines die uitgevonden zijn door pakweg hier en ik, die ik heb eisen van ik ga hier een machine uitvinden die eigenlijk niet bestaat, die eruit ziet alsof dat ze wel werkt. Gelijk mijn oogmachine dat ik hier het was nog probeer te zetten.
Dat is een apparaat. Je kunt er zo zeggen ogen in steken. Ja, ogen van je dat niet goed zag of niet mee zag. Je steekt die ogen in die machine. En je kunt dan in dat toestel zien hoe ik dan die ogen zo moeten zien. Dat bestaat niet. Dat kan niet. Maar in ons verhaal wel. En dat is steampunk. Maar er is zoveel. Steampunk ook wordt ook veel gezien met de luchtskepen. Met speciale voertuigen en zo, die ronddrien, rondvliegen, rondvaren. Het is ontzettend. Het kan allemaal steampunk zijn. Ik zei het, het is niet simpel om uit te leggen. Maar wat doe ik? Ik ken een groep. Een groep genaamd Steam Nation. En de meesten in die groep staan op festivals. Nu straattheater, heel soms, niet vele. We staan vooral op festivals. We zaten daar een heel kampement neer. Waarschijnlijk ook wel, het was een fotootje van Twin. En in dat kampement leven we weer op een steampunk manier. We hebben een heel verhaal achter onze groep gebreid. We zijn een airship crew, een luchtschip bemanningen. Die eigenlijk je post doen. We transporteren alles en iedereen van overal naar overal. Het genomen Rusland. Maar dat zit wel aan het wassen in ons vooral. Moet je dat niet verantwoorden. Natuurlijk heb je een event. We draaien geen luchtschip mee. Hey, dat staat ergens achter een heuvel. Dus dat luchtschip dat zie je niet. Maar ons kampement wel. Hey, met al de leden van onze groep. Ikzelf als de captain. Die aan mijn bureau zit. Met een barman die... uitleg heeft over de absint. Mijn toen een schrijver mee, mijn dokter mee, mijn zelfs zijn eigen kok mee, mijn postdame mee, de fotografen. Hoe zou je maar kunnen bepijzen dat er app een luchtschip zoeken aanwezig zijn? Dat hebben we er mee. Of toch, je kan. Dat zal ze nog plekken voor de twee anderen. Ik heb nog een nieuwe techniek nodig om aan de motoren van het luchtschip te werken. Stoommotoren waarschijnlijk. Want hoe is een vorige techniek het afgebald en je is barman geworden. Geen slechte keuze. Alleen uw skip gaat erop achteruit. Zodat, maar stop met scheveren. Dus wat doen we er toen op zo'n weekend? We er zijn daar. We er leven die stijl. We er geven uitleg over onze stijl. We er kunnen zelfs uitleg geven over lerenbewerkingen. Over hoe dat we ons materiaal maken. Ook bewerkingen en ook. Want we zijn wel handig op dat gebied. En we maken vele zelf. Veel van de vrouwen maken hun kleren zelf. Geven daar een uitleg over. Mijn vertellen dus vooral, mijn eten, mijn drinken, mijn vooral vrij veel leuten. Maar alles toepen met de bezoekers natuurlijk. Meest nieuw zo'n keer gezien en ik kom gerust nog een keer af achter een foto of zo. Mensen die mijn filmpjes bekijken, komen dan af van: hey captain, kan je filmpjes te zien? Ik sloot om blue-rood uit, omdat ik, ik dat niet gewend. Maar dat is allemaal vrij tof. Nu, het seizoen is wel gedaan, dus veel events gaan we niet meer doen. Solien. Er zijn er nog een paar waar we met bezoek gaan, maar niet waar we nog met ons kampement staan. Daarvoor komt het een beetje te goed, hoe zou ik dat eigenlijk nog zwaar niet vinden. Nu, ik ben eigenlijk weer aan het uitweten, want ik ging uitleggen wat dat steampunk is. Ik heb dat eigenlijk met moeite gedaan. Ik zei het u, het is eigenlijk niet gemakkelijk. Maar weet je wat er wel gemakkelijk is? Hoe je meer wil weten over steampunk, kijk naar mijn video's. Kijk op de Facebookpagina van Steam Nation. Zoek de kerp in Google. Je gaat het misschien nog niet snappen, maar je gaat tenminste zien hoe dat eruit ziet. Want dat is het wat ik aan de meeste mensen zeg. Onze vrouw en ik van Wuk is steampunk, zei ik meestal dat ik het niet echt kan uitleggen. Oftewel, ik een uur of drie nodig om het heel in detail te beginnen ontleden en doen en toch ook nog niet juist te zien. Maar steampunk is iets, hoe je het ziet, herken je het. En het kan zo uitgebreid zijn, dat je de rollen zien kunt mengen hoe je maar wilt. Je kunt een steampunk ridder in, een steampunk piraat, een steampunk cowboy. Hij hebt dan de aristocraten in, de redenmeesten, hij hebt dan het armere volk bij. Het de middenklasse, het de entrepreneurs, gelijk weer. Hey. We zijn geen piraten, maar we doen dat we nooit even vinden om te overleven. Je kunt er zo ver in gaan, qua stijl, hoe ver dat je erin gaat. Je kunt met muziek bezig zijn, je kunt met boeken bezig zijn. Het steampunk vooral, het steampunk films, steampunk spelletjes. Het omvat zoveel dat het zo moeilijk wordt om het uit te leggen. Dus bij deze, welke steampunk,
zoek het zelf uit. Zo, ik ga het daarbij laten. Hoe je geïnteresseerd zit, bekijk nog wat van mijn andere video's. Bekijk een keer de site van Steam Nation, of maar beter de Facebookpagina, want daar zit me veel meer op. Die site, dat er staan wat foto's op, maar er stond er veel meer op Facebook. En heel belangrijk, hoe je mij wilt helpen met het maken van betere video's, of met het maken van betere inhoud voor de video's, want ik weet niet of dat je eigenlijk goed bezig bent. Je kunt wel merchandise kopen van ik. Link in de description. Ja, ik kan het zelfs niet meer in het Frans, hè. Van onderen. Of je kunt me sponsoren door een koffie te kopen op Ko-fi. Dat staat al wat te wassen. Met andere woorden, mensen, merci voor het kijken. Ik hoop dat het een beetje interessant was. En tot de naaste keer. Dag.